Hoi allemaal, ik ben Andrea van Company Schipholrijk. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf thuis sensory bottles kan maken. Dit is een flesje gevuld met simpele materialen die geluid maken wanneer je ermee schudt. Dit is leerzaam speelgoed voor wat oudere baby of dreumes om de motoriek en zintuigen te stimuleren. Kinderen van deze leeftijd zijn veel bezig met zelf geluid te maken. Door de flesjes te schudden, leren ze dat ze hier zelf invloed op hebben en dat elk materiaal anders klinkt. Ik gebruik hiervoor spullen die je waarschijnlijk zelf ook in huis hebt. Wat ik hier heb verzameld zijn een paar mogelijkheden, maar er kan natuurlijk veel meer. Gebruik je fantasie. Om een sensory bottle te maken, heb je allereerst een leeg flesje nodig. Je vult het flesje met je gekozen materiaal zo vol als je zelf wilt. Zorg dat ze goed dicht zitten voor de veiligheid. Maak er zoveel als je wilt. Je kind zal het superleuk vinden. Ik hoop dat ik je hiermee nieuwe ideeën heb gegeven om thuis te doen. Veel plezier!